Nou, het is al 7:15, dus we gaan gewoon beginnen. Kwartiertje later. Welkom allemaal. Het is vanavond de sessie, ga ik het even voorlezen van mijn papiertje. Consultatieronde. Consultatieronde vervoerplannen 2021 Amsterdam, Meerlanden en Haarlem. IJmond. We hebben geen beslispunten voor de raad, dus we gaan de wethouder voeden met jullie meningen en adviezen. En ik kijk even rond. Ik zie erg veel ogen die graag... Goed, u mag. CDA, meneer Van der Peet. Voorzitter, dank u wel. Ik zou eigenlijk willen zeggen, wat is het toch fijn om een keer op tijd te zijn. Want over het algemeen is dit onderwerp wat later aan de beurt. En zijn we vaak te later. Daar hebben we al heel vaak over geklaagd. En we zijn er nu eindelijk eens een keer bij. Dus dat is mooi. Voor connections van deze wereld is dat een dagelijkse routine, maar hier wat minder. Dus dat is een verdiende compliment, dus bij deze, voor de wethouder. Uit de nota blijkt dat de Haarlemmeerse betrokkenheid bij het openbaar vervoer groot is. Een behoorlijk aantal partijen hebben hun inbreng gegeven en dat is goed. Want als het om de details van een vervoersplan gaat, zijn het toch de inwoners en ondernemers die er dagelijks mee in aanraking komen, die hier echt zinnige dingen over kunnen zeggen. We hebben inderdaad in het kader van het vervoersplan vaak over de Van die Blanke Schoenlaan gehad. En ook het scholierenvervoer van naar Bad Oevedorp. Maar als je naar de advieslijst kijkt, blijkt dat er wel meer onderwerpen zijn om over te spreken. Zover onze voelsprieten rijken zijn zowel voor de concessie Amstel Meerlanden als de concessie Haarlem-IJmond goede adviezen geformuleerd door het college op basis van de door de participanten aangereikte informatie. Het enige waar wij moeite mee hebben is met het advies, en helaas kom ik er niet onderuit om het toch weer over die FBK laan te hebben, om de evaluatie van de herinrichting van de FBK-laan af te wachten alvorens te overwegen of routewijziging noodzakelijk is. Ik zou eigenlijk willen zeggen, het lijkt er alsof de wethouder in dit geval iets te veel de pet van lid van het dagelijks bestuur heeft opgezet. Immers, we hebben vorig jaar, naar aanleiding van de vorige sessie, het initiatief genomen om een motie te maken met alle woordvoerders bij elkaar. Die motie is aangenomen in de vervoersregio Amsterdam. En die motie geeft ook wat de mening van deze raad weer. En die mening hoort naar mijn mening thuis in deze advieslijst. En wat er nu staat in de tekst is meer het advies wat de wethouder als dagelijks bestuurder, denk ik, zou geven. Dus vandaar dat ik daar wel wat moeite mee heb. En voor de rest zijn we volgens mij compleet en hebben wij verder geen aanvullingen. Mevrouw Kliphuis, VWD. Dank u wel, voorzitter. Een mooie inlossing van een belofte van de wethouder om inderdaad aan de voorkant te worden betrokken bij de adviezen zoals die er naar de vervoersregio gaan. Een breed uitgezet traject waarbij menige belanghebbende is gehoord. En wij kunnen ons vinden in de manier waarop er de adviezen zijn verwoord met de kanttekening dat inderdaad... als je sec kijkt naar wat er staat in die motie over de Fanny Blankers-Koenlaan, dat de bewoording daar enigszins van afwijkt. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Den Elsen, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn om op tijd te zijn dat we nu over 2021 kunnen spreken. Dat is al de vorige jaren wel eens anders geweest. Zeker als we het hebben over OV, dat mag best wel punctueel zijn. Dus netjes dat we lekker op tijd erbij zijn. Ik kan me eigenlijk volledig aansluiten bij wat de heer Van der Peet net zei. Wat betreft Van die Blanke Schoenlaan, de Florianderlijn zo gezegd. Waar ook al staat van, ja, moeten we nou die evaluatie afwachten? Of was nou dat beginpunt eigenlijk voor ons anders? Hè? Dus er zou best wel wat meer vaart achter mogen zitten. Met het opzetten van de wethouderspet, zoals de heer Van der Peet dat ook eigenlijk net op een andere manier aangaf. Maar we bedoelen hetzelfde. Ik was zelf ook even een rondje wezen doen in de velden, omdat me opgevallen was dat er een aantal dorpsraden en wijkraden eigenlijk niet hierin genoemd werden. En dat verbaasde me eigenlijk. Zoals bijvoorbeeld dorpsraad Abbenes, die had namelijk wel degelijk, begreep ik, gereageerd. Want die wil namelijk een verbetering op die AM Flex hebben. Nu worden heel veel mensen worden neergezet, voornamelijk zeg maar bij het zelfstation in Nieuw-Vennep. Terwijl als ze 100 meter doorrijden, dan staan ze eigenlijk in het winkelcentrum. En dat zou voor heel veel Abbenessers veel logischer zijn dan
bij de bushalte daar te worden neergezet. En dat geldt ook voor het andere winkelcentrum in Abbenes. En toen ben ik eens gaan... toen ik dus begreep van, hey, Abbenes heeft wel wat ingestuurd. Waarom staan ze er dan niet tussen? En toen kwam ik er ook achter dat bijvoorbeeld de inbreng van Batuverdorp veel meer is dan wat hier in het stuk staat. En want er wordt bijvoorbeeld onder andere ook gesproken dat Batuverdorp graag een soort lus ziet tussen Batuverdorp, Zwanenburg-Hoofddorp, zeg maar. Zodat ze worden aangesloten op het servicecentrum wat een halfweg zit. En dat haal je niet uit het stuk vandaan. Dus eigenlijk was mijn vraag, en dat is dan weer naar 22 toe, als we dit soort ophalen doen, om eigenlijk dit soort trajecten te doen zoals we ook met bestemmingsplannen doen, dat er als bijlage gewoon de inbreng van diegenen die het hebben meegegeven. Want dan kunnen we zelf namelijk ook kijken wat staat er, dat kunnen we wegen. We kunnen misschien voor onszelf ook bepaalde prioriteiten daarin aangeven of we dat wel of niet belangrijk vinden. En dat kunnen we nu niet. Nu staat er gewoon, die hebben gereageerd en... Dus dat is eigenlijk wat we willen bepleiten naar 22 toe. Dus daar gaan we nog meer invullen als dat we nu gedaan hebben. Hoofddorp Noord, heel goed. Dat staat hier ook al in van eerst bewegen en dan bouwen. Hè. We weten dat we daar wellicht wat gaan doen. Dus nu al goed om nu wellicht al die aansluiting te vinden dat zometeen die bussen ook de nieuwe potentiële bewoners mee gaan nemen. En ik heb nog een uitsmetertje. Hokje volgt halte, zeg maar. Abri volgt halte. Dat wil nog wel eens misgaan. Ik zie in de polder heel veel abris staan waar eigenlijk geen bussen meer rijden. En dan blijkt het eigenlijk dat het een A-locatie is wat betreft de advertenties die erin hangen. En daarom worden ze niet weggehaald. Maar er zijn ook haltes waar geen abri is. Dus graag aandacht voor het principe abri volgt halte. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Sali Hap. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb iets langer iets voorbereid dan... De andere, maar goed, ik ga het gewoon doen. Beter openbaar vervoer is een absolute voorwaarde om ervoor te moeten zorgen dat de Haarlemmermeer bereikbaar is en blijft. Voor onze inwoners en ondernemers. HAP zal zich blijven inzetten om buslijnen en hun frequentie te toetsen aan de wensen en behoeften van onze inwoners. Onze motto is dan ook behoud waar het kan en uitbreiden waar het moet. Zo hebben wij een bericht gehad van Arriva dat Arriva vanaf december nog maar één keer in het uur naar station Nieuw-Vennep zal rijden. Voor sommige reizigers betekent dat ze alternatieven moeten gaan zoeken en dus langere reistijd ondervinden of toch genoodzaakt om voor de auto te kiezen. Dat vinden wij onwenselijk. Is de portefeuillehouder hiermee bekend en is het mogelijk om daar misschien afspraken over te maken? Voorzitter, wat mijn fractie betreft is onze inbreng bij de consultatie toegesplitst op het verzoeken betreffende fijnmazigheid, bedieningstijden, frequentie en ontbrekende verbindingen. Met dit in het achterhoofd komt HAP op het volgende. Nogal vreemd vindt mijn fractie dat Connection zegt lijn 341 niet te willen wijzigen. Er is net ook al iets over gezegd. Connection stelt dat het genoeg is uitgezocht en de uitkomsten van Connection duidelijk genoeg. HAP verschilt hierin duidelijk van mening met Connection. Het is geen geheim dat wij de voorkeur blijven behouden voor de route over de Bennebroekerweg, Lansdesqua en Haarlemmermeerzee. HAP ziet de bezwaren van Connection als onvoldoende gemotiveerd en volkomen losstaand van de evaluatie na de herinrichting van de Blanke Schoenlaan. En die was sowieso al nodig. Wel of geen bus doet het daar niet toe. Bent u het met ons eens dat de reiziger centraal staat en niet de bedrijfsvoering of de aanbod van de aanvoerder voorop moet staan? Graag een reactie van de portefeuillehouder. Voorzitter, dan iets extra iets over de... Over extra bediening Batuverdorp met lijn 161 of de GVB lijn 63. De vraag moet zijn, niet hoe Connection daarover denkt, nee, het antwoord zou moeten zijn iets anders. Wat HAP betreft is de argumentatie van de reigersorganisatie Rover meer valide en dienen wat HAP betreft de adviezen overgenomen en geprioriteerd te worden. Graag een reactie van de portefeuillehouder. Hierover, dank u wel. Dan iets over de grensgebied buslijn 57. De buurtbussen in de Buitenkaag en Abbenes zijn geen verantwoordelijkheid van Connection. Mijn fractie is van mening dat Connection toch in overleg moet treden met de andere concessiehouders en in elkaar grenzende concessiegebieden. Even kijken. Tot slot, voorzitter. HOV is gebleken
nodig te zijn in het, en het voorziet in een behoefte van steeds toenemende aantal reizigers. Maar daartegen dreigt het onderliggende net in onze visie te veel te worden afgebouwd. Wat mijn fractie betreft moet de maatschappelijke belang boven het bedrijfseconomisch belang prevaleren. Het maatschappelijke belang van openbaar vervoer is en blijft onderbelicht in dit concept en zou meer op de voorgrond mogen komen. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Schaap van Forza. Dank u wel. Ja, we mogen vanavond onze inbreng inbrengen bij de portefeuillehouder in zaken de betrekking tot de vervoerplan van 2021. Belangrijk thema, zeker voor onze inwoners. De matige OV-bereikbaarheid tussen de vele kernen in deze grote gemeente is een doorn in het oog van heel veel inwoners en van Forza. Forza vindt goede bereikbaarheid van vitaal belang voor onze ondernemers, bezoekers van Schiphol en onze inwoners. Het openbaar vervoer kan een goed alternatief zijn voor de auto. Dus de gemeente moet voor haar inwoners dus goed openbaar vervoer faciliteren in samenwerking met. En dus de rendabiliteit van de buslijn moet niet in alle gevallen het doorslaggevende argument zijn. Als ik kijk naar de advieslijst van de consensie Amsterdam-Meerlanden wil ik beginnen met het meest teleurstellende. En dat heb ik de HAP, het CDA en de PvdA ook over gehoord. Natuurlijk van die Blanke Schoenenlaan. Een motie die door de partijen hier lokaal is ingediend en is aangenomen in de vervoerregioraad. Het is teleurstellend dat Connection er niets in ziet dat nieuw onderzoek nieuwe inzicht zal geven. Kunnen we Connection betrekken bij de toekomstige evaluaties van de herinrichting van die Blanke Schoenenlaan? En zo samen kijken naar een toekomstige mogelijke oplossing. Tijdens het debat over DSO Badhoevedorp afgelopen 14 februari, gezondheid, heb ik namens mijn fractie gepleit dat wij niet achterstaan om de Zeemanlaan af te sluiten voor het OV. Er zijn geen gelijkwaardige alternatieven in het centrum en voor de centrumbezoekers, omwonenden en bewoners van het verzorgingscentrum De Meerwende en wooncentrum Schuilhoeven. Zoals de VDB ook aangeeft in de mail van 17 december is een knip ongewenst. Wij begrijpen dat dit een andere discussie is, maar het is iets om de aandacht op te vestigen de komende tijd. Over de AML Flex willen wij als fractie meegeven dat bij de uitbreiding van haltes het ook prettig zou zijn als hierbij ook wordt gekeken naar middelbare scholen, voornamelijk in Hoofddorp en natuurlijk in Nieuw-Vennep, voor de reis- en houtsenleerlingen. En dat ook de AML Flex beter bekend raakt onder deze scholieren als alternatief vervoersmiddel. De ochtendritten zouden door scholieren ook met de spitsbus kunnen worden genomen, maar een middagalternatief zou gewenst zijn. De wens in het concept om de AML ook door te trekken naar Burgerveen wordt door onze fractie gedeeld. Kan het vervoersproduct ook aan de andere buur van Rijzenhout, Aalsmeer de Brug, worden toegevoegd? Graag hoor ik dat van de wethouder. Dan als ik het toch heb over jongeren die naar de middelbare scholen in en rondhalen meer met OV moeten en van school weer naar huis. En met name de jongeren in de kernen Vijfhuizen, Badhoevedorp, Zwaanshoek en Lissebroek. Ik mis ze in deze adviezen. Zeker de jongeren die last hebben van een laagfrequent aan goed OV. Vroegere ritten en middagritten zouden gewenst zijn. Wat zou Connection kunnen bieden aan bijvoorbeeld lijnen omleggen, lijnen extra laten rijden of zoals eerder door mij aangegeven bij de jongeren uit Rijzenhout. Een mogelijkheid tot een soort van AML of belbus. Dan de consensie Haarlem-Eimond. Als we lezen dat de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude te kampen heeft met een zeer belabberde bediening, dan vinden wij dat zorgwekkend. Snelle actie is voor de kernen buiten de ringvaart dan ook wenselijk. Hierbij ook weer misschien een mogelijkheid tot de aanflex of inzet van extra spitsbussen zou die voor een optie kunnen zijn. Graag zien we natuurlijk op langere termijn, in de toekomst, weer een lijnbus die de nieuwe kernen onder andere ook goed verbindt met de kernen binnen de ringvaart en omgevingen als Haarlem en Amsterdam. Een opdracht voor het vervoersbedrijf om hier naar te gaan kijken naar de mogelijkheden. En dit zou ook zo moeten gelden voor de bediening van bedrijfpark Polanenpark en Halfweg West. Dan hebben we afgelopen dinsdag 17 oktober tekst en uitleg ontvangen van de vereniging Dorpstraat Badhoevedorp. Met vier adviezen. En bij het derde advies over de oppervlaktebestemming van de west- en oostzijde van Badhoevedorp worden drie verbetermogelijkheden gegeven. Ik vraag me af of de wethouder de mail ook heeft gezien en hoe zij denkt over deze adviezen. En dan tenslotte algemeen wat Forza verzoekt om ook mee te geven, is dat het gewenst zou zijn om binnen een straal van 250 meter van seniorenflats, verzorgingshuizen en scholen een bushalte aanwezig dient te zijn. Voor deze doelgroepen moet de drempel laag zijn om met het openbaar vervoer te reizen. Niet alle doelgroepen hebben helaas in Haarlemmermeer tot op dit moment die luxe. Tot zover, voorzitter.
In zijn algemeenheid hoor ik heel veel vragen. Dus ik zou toch wel willen opmerken om daar een beetje op te letten. Ik geef het woord aan de heer Schouten van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks blijft ook altijd pleiten voor fijnmazig, hoogkwalitatief openbaar vervoer. We gaan ook helemaal mee met wat Hap zegt, dat het maatschappelijke en de sociale component moet prevaleren boven de economische component. Daarbij, ik wou eigenlijk beginnen met het feit dat er 4 keer geheimhouding staat in dit document. GroenLinks blijft daarop hameren dat geheimhouding zeer sporadisch moet worden meegenomen. Want wij kunnen ook niet sparren met onze achterban, met de bewoners, om te kijken of het vervoerplan dan iets oplevert waar zij iets misschien over willen zeggen. Dat wil ik nog even meegeven. Om daar echt kritisch op te zijn. Wat de Partij van de Arbeid ook zegt, dat er veel meer mensen en partijen een terugkoppeling hebben gegeven. En GroenLinks vraagt zich af of er al is gefilterd door het college en of dat er opmerkingen zijn samengevoegd. En dat niet alle opmerkingen zijn meegenomen in dit document. Ook iets wat dwars zit is dat na de consultatieronde Connection zelf het vervoerplan vaststelt en het maakt zelfstandig de afweging of het wel of niet overgebracht zou worden. Er is ook geen adviescommissie. Alle gemeentes doen zelf hun inbreng en Connection gaat daarmee puzzelen en plussen en minnen en komt dan met een eigen inbreng. En dat kan dus heel anders zijn met de wensen die wij hebben. De Fanny Bankers Koenlaan. Inderdaad, als laatste zin in de lijst, advieslijst staat leefbaarheid is geen onderdeel van overwegingen. Dat vind ik een hele vreemde. En daarnaast pleiten we voor evaluatie en afwachten. En ik vind dat de Fanny Bankerszoenlaan de ronde, het hoedje, langs de Bennebroekenweg, langs het sportcentrum, dat moet geagendeerd blijven worden. Want ze hebben daar gewoon een volwaardige verbinding. Dus AML Flex moet beter. Goed, evaluatie gaat komen. En daar wachten we dan nog even op. En als laatste, goede aandacht voor Haarlem Municipaal Woude, onze voormalige Haarlem Municipaal Woude. Ik lees helemaal geen punten wat betrekking heeft op Haarlem Municipaal Woude. Ik vraag me af, wat is daar opgehaald? Jawel. Dus. Jawel? Oké. Okay. Moet niet zoveel blank laten, hè? Dan denk ik van we zijn aan het einde. Maar oké, helemaal goed. Ik zit even kijken, want ik kan het meteen meenemen. Ik haal het u even bij en anders kom ik hier nog misschien even terug. Dank u wel. Wel. Wie volgt? Meneer Beuzenberg, sociaal rechts. Dank u wel, voorzitter. Ik wil me allereerst aansluiten bij GroenLinks. Het is meestal niet helemaal de manier hoe het gaat, maar ik heb een hoop positieve dingen daar gehoord. En ik ben blij om te lezen dat we de belangen van de Haarlemmermeer inwoners en ondernemers nog meer gaan betrekken bij vervoersplannen. En dat we hier nu al mee bezig zijn voor 2021, dat geeft alleen maar aan dat we niet de bus willen missen, laten we het zo maar eventjes zeggen. En ik ben benieuwd hoe dat voort gaat zetten. En voor de rest heb ik heel weinig in te brengen verder. Dank u wel. Dank u wel. En dan last but not least, de heer Sulman. Dank u wel, voorzitter. We hebben eigenlijk maar één onderwerp. En ach ja, waarom ook niet Fanny Blankers-Koenlaan? Misschien komt het er nog een keer op. Begin 2020 wordt begonnen met de herinrichting van de Fanny Blankers-Koenlaan. En naar verwachting zullen de werkzaamheden vanaf medio 2020 klaar zijn. Als de weg dan klaar is, wordt begonnen met de evaluatie van lijn 341 over de heringerichte weg. Deze evaluatie dient dan als input voor het ophaalrondje in december 2020. Om zodoende effect te hebben in het vervoersplan 2021. Een maand later dus. Nu weten we dat vertragingen in het openbaar vervoer een bekend fenomeen zijn. Helaas geldt dit ook voor bouwprojecten. Zo zien we maar weer bij de nieuwe N200 in Halweg. Deze wordt ook 4 maanden vertraagd. Wij vragen ons af of de timing van de evaluatie, het ophaalrondje en dan uiteindelijk het nieuwe vervoersplan allemaal binnen 6 maanden niet te kort op elkaar liggen. Zeker als de werkzaamheden aan de Fanny Blankers-Koenlaan uitlopen, dan wel later beginnen dan gepland.
En wat gebeurt er als er dan toch vertraging is? Wordt de evaluatie dan niet gebruikt in het vervoersplan 2021, maar misschien dan voor 2022? We horen het graag. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik wil nog even gezegd hebben dat we niet hebben gehoord 1 Haarlemmermeer, D66, ChristenUnie, SGP. Dan geef ik het woord aan de wethouder, mevrouw Ruigrok. Dank u wel, voorzitter. En ook dank voor jullie inbreng. Lieve raad, wou ik bijna zeggen. Want toen ik in januari begon, toen begon ik met een achterstand. Omdat we toen niet in staat waren om dit ophaalrondje te doen. En mede dankzij jullie verzoek, daarom is dat nu wel in werking gezet. En inderdaad, we missen de bus niet, want we zijn er vlot bij om nu input te geven voor 2021. Dus dank daarvoor. Een aantal van u heeft aangegeven te zeggen dat er nog niet iedereen zijn opmerkingen meegenomen zijn. Ik heb begrepen dat Abbenes nu nog binnen is gekomen. En ik mocht ook doorgeven dat we ons konden vinden in die voorstellen van Abbenes. Dus die gaan nog mee. Een andere partij die ook zelf had gezegd, hoor eens even, ik wil ook nog wat inbrengen, is SADC. En daarvan hebben we ook gezegd, joh, als jullie morgen nog inleveren, dan kunnen we dat ook nog meenemen. En daarnet was er hier een inspreker die dacht dat hij zich ter plekke aan kon melden om in te spreken. En dat was iemand van broedplaats Bogota. En die wilde ook voor de belangen van de bedrijven in Halfweg nog daarmee dat aangeven. En de Griffie heeft zo aardig gezegd dat ook dat nog meegenomen kan worden. Nou, dus daar gaan we op inzetten. En ik neem ook graag de suggestie van de heer Van der Elsen mee om dan de volgende keer ook de bijlagen erbij te doen. Wat we nu hebben gedaan is wel gekeken van, het moet wel inpasbaar zijn en in lijn met onze voorkeur. Dus ook bijvoorbeeld het principe van Airnet onderschrijven we ook als Haarlemmermeer. Dus daar gaan we ook in mee. Ik wil vooraf aangeven dat we ons ook moeten realiseren dat ik wel een winstwaarschuwing ook af moet geven. Hè. We gaan nu zo'n ophaalrondje doen en dat lijkt dan heel mooi. En we leggen al onze wensen neer en die worden allemaal overgenomen. Nou, u kent de praktijk hoe het werkt. Hè. We hebben allemaal onze eigen rol. De concessiehouder speelt daar natuurlijk een actieve rol in. Die gaat kijken van in hoeverre dat inpasbaar is. De concessieverlener, de vervoerregio, die toetst dat of het past binnen het programma van eisen. En wij kunnen adviseren. En ook de reizigersadviesraad adviseert. En we hebben dus getracht om dat zo goed mogelijk te doen. Van nou, deze adviezen leggen we neer. Om op die manier ook connections zoveel mogelijk aan te geven. Van nou, kijk daarnaar, neem het mee, overweeg het en pas het in daar waar mogelijk. Ik ga even de vragen langs die ik van de verschillende sprekers heb gehoord. Ik begin natuurlijk met een onderwerp wat jullie eigenlijk allemaal hebben genoemd, van in Plankerskoenlaan. Ik heb als wethouder eigenlijk ook altijd wel gezegd, laten we nou eerst de herinrichting afwachten. Laten we nou kijken wat de effecten zijn op de leefbaarheid. Maar ik ben hier in opdracht van de raad. En de raad draagt mij op om toch meer dat belang van de raad ook in te voeren, in te brengen. Dus ik zal dat meenemen in de verwoording in de brief. Dat de raad daar het belang aan geeft. En ook hier dan wederom geen garanties natuurlijk. Want de motie was inderdaad aangenomen in de vervoerregio, maar het dagelijks bestuur had in eerste instantie al een beetje aangegeven van nou, connection ziet er geen heil in, dus misschien moeten we hem naast ons neerleggen. En toen is de optie van het aanhouden op tafel gekomen. Nou, daarom is hij in deze bewoordingen meegenomen. Maar ik heb u luid en duidelijk gehoord, er moet wat meer de stem van Haarlemmermeer in. Meneer Sahi, u gaf aan, kunnen we ook in gesprek gaan met concessiehouders bij onze buren? Nou, dat kan ik toezeggen. Dus ook met Arriva en andere partijen gaan we daarmee in gesprek. Dat doen we eigenlijk ook al, maar dat zal ik nog een keer benadrukken.
U gaf het advies van Rover aan bij Bad Hoeverdorp. Dat hebben we overgenomen in onze lijst. Zo heb ik dat begrepen. Dus daar kunt u ook een vinkje bij zetten. Dan was de heer Schaap van Forza. Die geeft aan, ja, we moeten echt die kernen goed ontsluiten. Hè, dat fijnmazig aan OV. Nou, dat is echt wel een heel belangrijk punt. En dat, ja, dat vinden we natuurlijk ook allemaal. We hebben een hele bijzondere een hele bijzondere gemeente met onze 31 kernen. Maar we hebben ook een PVE afgesproken. Dus er moeten ook genoeg mensen vraag hebben naar dat openbaar vervoer, want anders kan het aanbod niet geleverd worden. Dus bijvoorbeeld uw oproep om ook bij scholen en verzorgingstehuizen. Op het moment dat er zoveel mensen gebruik willen maken van dat openbaar vervoer, is het natuurlijk voor de concessiehouder ook interessant om dat vervoer aan te bieden. Maar met lege bussen van niks naar nergens rijden, dat willen we ook niet. Dus als het haalbaar is, dan zal Connection dat zeker overwegen. U had het ook specifiek over Bad Hoeverdorp, de Zeemanlaan, die knip. Ja, dat staat er een beetje buiten. Dat is natuurlijk een onderwerp wat in de ontwikkeling van Bad Hoeverdorp aan de orde komt. Er zijn net deze week waren er volgens mij weer gesprekken met de dorpsraad. Het proces is als volgt. Hè. We hebben als raad dat definitief stedelijk ontwerp vastgesteld. Daarin zijn er bepaalde ontwikkelingen mogelijk. En daar kan Connection dan een voorstel doen om te zeggen, nou dan gaan wij onze lijnvoering zus of zo doen. En dan is het aan de VRA weer om te zeggen of dat voldoet aan het programma van eisen. Ik denk dat ik een beetje haast moet maken, maar ik ga toch... Ik dacht ineens van, we hebben maar een uur en het is 8 uur, maar we hebben natuurlijk, we zijn 1 kwartier later begonnen. Dus ja. Dat valt allemaal wel mee. Gelukkig. Daarna gelukkig. Zit er niks, dus gewoon. Ja. Gaat allemaal wel mee. Oké. Verder gaf u specifiek wens om die AML Flex uit te breiden. Nou, dat willen we ook. Maar dat gaat natuurlijk op basis ook van die evaluatie, de gesprekken die met de vervoerregio dan plaatsvinden. Van, nou, wat is er mogelijk? Want... dat vind ik dan even ingewikkeld wat ik daar wel en niet over kan zeggen. Maar de wens van uitbreiding, ja, zie je, dan krijg je dat, hè, met die geheimhouding. Ja, maar anders hadden we het helemaal niet kunnen bespreken. Dus dat is dan toch weer een voordeel dat we het, dat u wel de informatie heeft. En dat het later alsnog openbaar wordt, hè, die evaluatie. En dat we er dan met elkaar ook over kunnen spreken. Maar de wens om die AML-flex uit te rollen, die is er. En die staat ook in onze verzoekenlijst. Goed, dan ga ik naar GroenLinks. Ook het fijnmazige OV voorop. Ja, u zegt het maatschappelijk belang voor het economisch belang. Nou, u zit zelf in de vervoerregio. Dus bij een volgende vaststelling van een programma van eisen, ja, zou u dat in kunnen brengen. Maar nu ligt dit programma van eisen ligt op tafel. En zolang zij zich daaraan houden, dan is dat goed. Ik krijg een interruptie van de heer Schout, GroenLinks. Ik hoop dat ik er dan nog ben bij de volgende concessie van de regio. Goed, het was meer een mededeling. Ik deel die hoop, meneer Schouten. Goed, u gaf ook aan, ja, die AML Flex moet beter. Ja, ook daar onderschrijven we elkaars mening. En dat Haarlemmerlieden en Spaarnwoude aandacht behoeft, dat was ook zo. We deden er alleen een beetje een pagina blanco over om het even adem te halen en dan alle aandacht eraan te geven. U noemde specifiek Abbenes. Ik weet niet of u dat was. Nou, er was iemand anders die Abbenes noemde. Die zijn dus nu met de input teruggekomen. En dat konden we ook mee. Dat konden we onderschrijven, dus nemen we ook mee. Dan ben ik bij Sociaal Rechts, meneer Beuzenberg, die aansloot bij GroenLinks. Nou, verrassend wending in deze sessie, maar fijn dat we eigenlijk zitten we allemaal op één lijn. Hè. We willen gewoon goed openbaar vervoer, we willen mensen verleiden om van de auto in het openbaar vervoer te komen. En onze wens naar dat fijnmazig openbaar vervoer is ook heel groot. En dat is wel de grootste uitdaging, denk ik, de komende jaren. Want is vrij ingewikkeld om genoeg mensen te vinden om het dan ook interessant genoeg te maken om daarin
in mee te gaan. Even kijken, niet de bus missen. Nou, die hebben we dus niet gemist, want we zijn er voor 2021 nu al mee bezig. En als afsluiter was meneer Sulman, die ook die Fanny Blankers-Koenlaan had. Ja, u noemde van is niet een beetje krap. Ja, nee, het is zelfs zo. Het is eigenlijk erger. Als we deze planning zo aanhouden zoals die staat, dan doe je inbreng voor 2022. Dus want we halen nu op voor 2021. Dus in december volgend jaar haal je op voor 2022. Volgens mij waren dat de antwoorden op uw vragen. Ja. Daar nog maar even over na. Goed, gaan we het rondje af. Meneer Van der Peet. Ja, dank u wel, voorzitter. In ieder geval de wethouder ook bedankt voor haar bemoedigende woorden ten aanzien van de FBK-laan. Dat is mooi om te horen. Dan zou ik graag ook tegen de collega's willen zeggen, ja, we zitten nou eenmaal met een concessie. En die concessie is gewoon een overeenkomst. En eigenlijk is het hetzelfde als bij een kopen van een woning. En als je eenmaal een koopcontract hebt gesloten, dan passeert het bij de notaris en dan kun je er eigenlijk niks meer aan veranderen. Tenzij je de consequenties daarvan wil dragen. En vaak zijn die financieel nogal groot. En daar zitten we ook gewoon in. Dat is de realiteit met de concessie die voor ons ligt. Het is eigenlijk net zoals bij de Belastingdienst. Mooier kunnen we het niet maken. Ja, wat betreft makkelijker. Ja, wat houdt dat dan in, hè? en ik hoor ook collega's die de discussie breder willen trekken, hè, dan de voorliggende concessies. Op zich vind ik dat heel leuk. Het is ook een hele interessante politieke discussie. Want elke keer komt het neer op de afweging tussen het maatschappelijke van het openbaar vervoer en de sociale functie van het openbaar vervoer. Aan de ene kant de vervoerswaarde die optimaal moet zijn en aan de andere kant de fijnwazigheid die we met z'n allen willen. Dus willen we daar nog een keer verder over gaan, dan zou ik zeggen, nou, laten we eens een keer het initiatief nemen en een aparte sessie over beleggen. Alleen, ja, dan kom ik wel op de woorden van de wethouder, de winstwaarschuwing. Je kunt er feitelijk niet zo heel veel mee de komende tijd, tenzij we met elkaar als raad woord bij daad stellen en een flinke zak geld mee gaan nemen, want dat is gewoon de werkelijkheid. Dus daar wil ik het bij laten, voorzitter. Ja, goed zo. Dan kijk ik even op mijn lijstje wie er dan de volgende woordvoerder was. Dat is EWD. Dank u wel. Dank u wel voor de uitgebreide toelichting van de wethouder. Daar had ik geen vragen verder meer over. Maar de oproep die meneer Van der Peet doet, snap ik heel goed. En het is natuurlijk heel goed om daar verder over te praten. Maar het lijkt mij meer geëigend om dat in aanloop te doen naar een volgende concessie. Omdat we dan ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op de criteria waarop we die concessie gaan gunnen. U weet net zo goed als ik dat gezien de ontwikkeling in het zorgdomein, dat het wat ingewikkeld wordt om heel veel extra geld te vinden. Maar dat moeten we nooit uitsluiten om daar in het geheel niet over te praten. Dus als er concreet iets is, dan moeten we daar uiteraard in een sessie over zitten. Maar in algemene zin liever voor een volgende concessie. Dan ga ik terug naar de heer Van der Peet. Nee, ik kan mevrouw Kliphuis van de VVD helemaal volgen. Die mening deel ik ook. Maar het is niet een helemaal nutteloze discussie. Want wat wij hier ophalen, kunnen we wel delen met de collega's in de vervoersregio. Want er worden meerdere concessies gesloten. En alles wat wij hierop doen, daar kunnen de anderen van leren. En ja, dan hebben we het in ieder geval niet voor niks gedaan. Want wij zijn echt pas over een jaar of 10 aan de beurt. Goed, dan ga ik naar de heer van de Partij van de Arbeid, Den Elzen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik onderschrijf de woorden van de heer Van der Peet alweer. Wat betreft die volgende concessie waar we het over hebben. Want als we iets willen en we willen PVE aanpassen, dan moeten we ook bereid zijn om er geld voor beschikbaar te stellen. Maar dat zijn keuzes die dan voorliggen in een veel breder palet. En niet alleen openbaar vervoer, maar gewoon in het totaal. Maar die discussie is altijd goed om met elkaar aan te gaan. Dank dat bij de volgende ophaal van de vervoersplannen 2022 de bijlagen erbij komen te zitten. Dan kunnen we zelf ook dat zien. Ik heb de wethouder niets horen zeggen over de commercie die eraan vastzit. Ik noem dat eventjes hokje volgt halte. Om zo even aan te geven. Er ligt volgens mij wat betreft van die Blanke Schoen een hele mooie opgave inderdaad. Want ik heb mij laten vertellen dat de wethouder volgens mij de voorzitter van de VRA gaat vervangen. Omdat hij met zwangerschapsverlof ging of zo. Dus het zou misschien heel mooi zijn om op die manier daar te zitten bij die microfoon. Ik had nog één ding uit. HNS is eventjes genoemd, Spaarndam, Spaarnwoude.
Nou hoorde ik zojuist dat wellicht buslijn 14 opgeheven gaat worden daar zo. Dus wat hier staat als van dat zometeen die verbinding is die nog gewoon blijft bestaan, dus dat men aangesloten is. Als 14 wegvalt in Spaarndam, dan is er straks niets meer. Dus wellicht dat de wethouder daar iets over kan melden. Dank u wel. Uw tijd is inmiddels ook verstreken. Dan ga ik door naar de HAP, meneer Salhi. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder, voor de beantwoording van de vragen. Ik wil nog even één vraag checken, want ik was al met mij heel vrij om die krul te zetten, maar ik wist niet zeker of ik hem nog kon plaatsen of niet. En dat heeft te maken met de adviezen van de reisorganisatie Rover. Hoorde ik u nou zeggen dat die dus nu ook opgenomen zijn en geprioriteerd worden? En hoe staat Connection daar tegenover? Dank u, meneer Schaap. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dank de wethouder ook voor haar beantwoording en zeker haar punt in zaken de Van Blankens Koelaan ook. Ik onderschrijf de heer Van der Peet ook in zaken de cohesie. Ik wil nog even terugkomen waar ik het over had in zaken de scholieren onder andere senioren. Flets, u benoemde in uw beantwoorden meer vaste lijnen. Ik heb het ook gehad over mogelijke bellijnen. Dus dat er wel een punt is, maar dat ze er alleen komen als ervoor gebeld wordt. Dat zou ik graag mee willen geven of daar wel in ieder geval naar kan worden gekeken door Connection. Of dat misschien een betere financiële aantrekkelijker mogelijkheid is voor ze. En dat geldt eigenlijk ook over die verbinding tussen Halfweg en Spaarndam. Er hoeft ook niet per se vaste bussen, maar misschien dat zoiets wel aantrekkelijker is. Want ik heb ook geen onderzoek gezien van Connection. Misschien heb ik hem gemist dat hij er wel is geweest. Dat ze die kern hebben onderzocht. Ik kom even bij u terug. Ik wil even zeggen dat u bent door uw tijd heen. Dus rond u het even af. Dat was mijn laatste zin, voorzitter. Dus dank u wel. Dan de heer Beuzenberg. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de portefeuillehouder bedanken voor de opheldering en de antwoorden. En voor de rest wil ik het daar nu bij laten. Dank u wel. Meneer Schouten, GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, portefeuillehouder, voor de mooie antwoorden. Nog één opmerking, misschien wel vraag. Er verdwijnen wel eens wat lijnen omdat die onrendabel blijken. Maar ik zie nooit dat er lijnen toegevoegd worden. Misschien moeten we een keer een campagne voeren van ga met de bus, ga met de bus, ga met de bus. En misschien komt er dan nog iets bij. Dat is mijn vraag nog. Dank u wel. En dan kom ik weer bij meneer Sulman. U wil hoor. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had ook wel met mijn collega van het CDA er ook even over. Er is voor mij in ieder geval wat onduidelijkheid, want in de vorige voortgangsrapportage mobiliteit staat dat de 341, lijn 341, ik zal het even oplezen. De boodschap dat een nadere overweging voor de dienstregeling 2021 gewenst is, zullen wij via het ophaalrondje dat gepland is voor december 2020 herhalen. Dus hierin staat dat het dus voor 2021 is gewenst en we gaan het in 2020 december ophalen. Dus toen dacht ik, nou dat is dus voor vervoersplan 2021. En dan denk ik, dat is allemaal wel heel erg kort op elkaar. Maar ik begrijp nu dus dat wat hier staat niet goed is, niet juist is. Dat wordt dus 2022. Maar goed, dat is even de vraag. Dan kijken we of de wethouder al een antwoord op heeft. Ik geef het woord weer aan mevrouw Ruigrok. Dank u wel. Ja, over of u met elkaar in discussie gaat over die zak met geld, waar die dan vandaan moet komen en de wensen, dat is aan u natuurlijk. Dus wat dat betreft is dat prima. Even kijken. De ABRI, ja, die kon ik toezeggen. Halte volgt ABRI of andersom. ABRI volgt halte. Dat ga ik onderzoeken, want daar ben ik zo niet bekend mee. Dus daar kom ik bij u op terug. En ik moet u teleurstellen. Ik ben niet de vervanger van de voorzitter, maar dat is de heer Slegers. En bovendien is het altijd zo dat degene over wie zijn gebied het gaat, die mag daar niet het woord over voeren. Ik ga ook uitzoeken over bus 14, want dat was mij niet bekend, dat die misschien uit zou vallen. Dus daar moet ik ook bij u terugkomen. Meneer Salhi, het over Rover. Die adviezen van Rover die zijn meegenomen door de reizigersadviesraad. Dus die hebben dat opgenomen en die brengen dat in bij Connection. Dus en dan moet Connection daar natuurlijk nog op reageren, of ze dat wel of niet mee kunnen nemen.
Meneer Schaap, u vraagt om eventueel bellijnen. Ja, dat is eigenlijk de uitrol van AML Flex. Dus die gaan wij ook inbrengen. Hè? Dus naar alle kernen en wellicht naar scholen. En dan is het ook weer aan Connection om te bepalen of dat lukt of hoe dat eventueel ingevuld gaat worden. Meneer Schouten zegt er komt nooit wat bij. Nou, er komt natuurlijk wel regelmatig wat bij. Als er nieuwe wijken ontstaan, komen er ook nieuwe buslijnen bij. En dat is ook in de afgelopen jaren wel gebeurd. Maar ik roep u op om vooral veel te roepen, ga in de bus. Ik probeer dat zelf ook te doen. Stap in de bus, ga met de fiets. En wie weet kunnen we met elkaar dan wat bereiken daarin. En meneer Sulman, zoals het nu in het advies staat, dan ben je dus eigenlijk te laat voor die ronde van 2021. Dus dan zou je pas in kunnen brengen in 2022. Maar u refereert aan een passage in een eerdere trimesterbrief. En nu gaat het er toch om dat u mij op pad heeft gestuurd met de wens van de raad. Dus is het toch meer dat we al gaan proberen invloed te gaan uitoefenen voor 2021. En dat neem ik dan nu mee in de brief. Dus we hoeven eigenlijk geen discussie meer hierover te hebben wat mij betreft. Volgens mij heb ik zo alle vragen beantwoord. Dank u wel. Ja, dank u wel. Nou goed, omdat er geen echte beslispunten in het stuk staan, kan ik hier bij de sessie beëindigen en dank ik u allemaal voor uw aanwezigheid.